eigenlijk een soort digitaal Lego. Het is vooral heel leerzaam. Dan leren ze rekenen, ze leren talen. En het is vooral goed voor een driedimensionaal inzicht. Minecraft toernooi is een goed voorbeeld van gamification. Want door spelelementen aan leren te koppelen wordt het leuk. Ja, in de tegenwoordige tijd moet je toch steeds meer met computers werken. En als ik nu zie hoe handig die nu al met de computer is en wat hij er allemaal uithaalt, dat vind ik erg leuk. Vooral heb ik heel veel Engels ervan geleerd. Ik vind het leuk om dingen te leren, zoals kijken of je goed bent in dingen ontwerpen. Ik kan er gewoon alles in bouwen wat je zelf maar wint. Tijdens de gadgetmarkt demonstreren wij onder andere een Google Glass en een hersenscanner. Dit doen wij om kinderen te laten zien wat er tegenwoordig allemaal mogelijk is. Wij hebben aan de leerlingen van Technasium van het Kals College gevraagd hoe we 3D-printen voor iedereen toegankelijk kunnen maken. Mijn oplossing was een app, zodat je vanaf thuis iets kon uitprinten. Zodat je niet hier super lang hoeft te wachten. Ons idee was om een boekenlegger te maken die ze daarna op kunnen halen bij de bibliotheek als ze hun boek teruggeven. Ik vind de nieuwe technologie wel handig. En ik denk dat als meer mensen zouden gebruiken, dat het dan ook wel nog populairder zou zijn. Zo kun je er heel veel van leren. Het is super cool.